Yo, VacoGamers, Les hier. Welkom terug bij meer Finding Atlantis hier op VacoGames. We zijn nog steeds aan het zoeken naar Atlantis. Geen idee waar het gebleven is. Waarschijnlijk ergens onder de golven. Maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit, want we zijn nu heel druk bezig met een aantal testen uit te voeren. We moeten 5 testen doen, 5 proeven. En we hebben er al 2 gedaan. We hebben de test van kennis en de test van geheugen gedaan. Mijn geheugen was slecht. Echt een goudvis in een goudvissenkom. Maar dat maakt niet uit, want het is gelukt. En we hebben test 3 ondertussen bereikt. Test van kracht. Oké. Replacement levers only. Place don't keep. Oh ja. Oké. Is goed, vriend. Wat hebben we hier? We hebben een zwaard. Laten we die eens even opzetten. Hebben we al ons bij ons? Ik heb het gevoel dat we hier moeten knokken. Wat kunnen we allemaal doen hier? Multiplayer fase 2. Multiplayer fase 1. Singleplayer fase 2. Singleplayer fase 1. Nou, ik ben helemaal in mijn eentje. Dus singleplayer fase 1. Alsjeblieft. Oh god. Komen die dingen uit de lucht vallen? Nee, toch? Zeggen we dat het niet zo is. Oh, wacht. Daar staat natuurlijk een piercel. Easy. Nog een keer. Goed zo. Kijk, nou klopt die, hè? Oh, jongens. Niet schieten. Ja. Zo. Oké, dat was vrij easy. Nou, singleplayer fase 2. Ik even wachten tot mijn hartjes die erbij zijn. Als die er nog bij komen überhaupt. Nee dus. Cook pork chop, kom maar. Geef die hartjes erbij. 1 en nog eentje. Dan gaan we naar singleplayer fase 2. Oh my freaking god, zo'n kleine renner. Doe jij eens ontploffen, bij je vriendjes het liefst. Doei! Van je vrienden moet je het hebben, jongens. Oké, dat was hem. Fase 2, done. Test van kracht, test nummer 3. Gedaan. Gelukt. Test complete. Gaan we naar test nummer 4. Test of agility. Tip, use the Ender Pearls TP to platforms. Ik zie parcours aankomen. Oh my freaking god, no. Alsjeblieft niet. Potion of regeneration. Ja, die zou ik hard nodig hebben. Tip, use the Ender Pearls to TP to platforms. Ja, lekker joh. Komt ie. Press button. Oh nee. Oh nee, echt niet. Waar moeten we naartoe? Even kijken hoor. Waar tip ik dat ding dan naartoe? Oh daar, wacht even. Oh, dat kan misschien wel. Wacht eventjes, ik weet niet eens hoe Ender Pearls werken trouwens. Nee! Auw! Oh, dat ging bijna goed. Serieus, ik wist niet eens hoe Ender Pearls werken. Dat ben ik echt oprecht. Opnieuw, maar ik heb nu wel een idee. Daar. 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 Oh. Gaat bijna goed. Ik kan dit. Ik snap het principe, dat is al heel wat. Komt-ie. Daar. 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 En daar! Oh my god, ik heb gewoon een parcoursmap gedaan zonder te cheaten. Oh yeah, als dat geen groene duimpjes waard zijn, jongens, dan weet ik het ook niet meer. Oh my god, dat was netjes van me. En dan gaan we ook weer naar beneden. Joepie! Hupsakee, dat was cool. Helemaal gelukt. Ik ben helemaal trots op mezelf. Leave Ender Pearls here. Thank you. Oké, alsjeblieft. Je mag ze hebben. Deze neem ik wel eventjes. Ik weet niet wat ik eraan heb, maar maakt het ook uit. Ik heb gewoon een parcoursmap gedaan, zonder te cheaten, zonder iets geks te doen. Nice, ik ben echt trots op mezelf. Tip, find the 4 levers. What day conceals, night reveals. Oh ja, test of awareness. Dus wat de dag verbergt, laat de nacht verschijnen. Dat is balen dat het dan net niet nacht is, hè? Dat het weer dag wordt. Test of awareness, ja, wat voor awareness? Moeten we awareness voor AIDS krijgen of wat moeten we doen? Hallo? Hallo? Moeten we hier naar beneden springen of wat? Ik durf niet. Daar is trouwens dat oude dorpje. Maar dat zitten we ook niet helemaal te zoeken. Moet ik hier echt naar beneden springen? Test of awareness. Tip, find the 4 levers. What they conceals, night reveals. Moet ik in dit gebied 4 levers zien te vinden, zodat het kunnen zijn.
Als dat zo is. Auw! Niet met pijlen in mijn aar schieten, alsjeblieft. We hadden afgesproken dat we dat niet zouden doen. En dan toch doen, vind ik flauw. Dat vind ik echt flauw, serieus. Weet je wat, doe me opbranden, zoals het hoort bij een zombie. En trouwens, er zit wat aan je neus. Ga dood. Ga dood! Omdat je een zombie bent, daarom. Dat is de enige reden. Vier levers zoeken. In de test van awareness. Is dit de test dan? Deze hele kamer, flinke test. Dat is een behoorlijk boel dingen om te zoeken. Vier levers, waar zitten die krengen? Laten we eerst alles weer op peaceful zetten, anders dan word ik straks helemaal afgemaakt door al die beesten. Dag, dag zombies. Dag skeletten. Dag bloemetjes, dag bijtjes, welterusten. Vier levers, dat is al moeilijk genoeg zonder dat er ook nog eens allemaal van die beesten rond mag spannen. Waar zitten die krengen? Levers. Levers, waar zijn jullie? Wat de... Hey, kijk eens daar. Oh, wacht, dat bedoelen ze er natuurlijk mee. De dag die verbergt het licht van deze torches. Zo, die is naar beneden. Dus ik moet gewoon 's nachts kijken waar de torches branden. Dat is wat ze ermee bedoelen. Ik moet gewoon 's nachts kijken. Dan heb ik natuurlijk weer de pech dat het precies dag is, hè? Het zal ook eens een keertje meezitten met me. Daar is er nog... Dat zal de deur zijn. Daarboven. Dat is natuurlijk de deur, dus dan moeten we er nog 3 zoeken. Ja. Die hebben we net gehad, want die staat naar beneden. Nog 3. Come out, wherever you are. I wanna set your handle om. Wat de dag verbergt, onthult de nacht. Goed, goed, goed bezig. Hey, een chest. Nice, kom maar. Hier, geef me hier. Oh, top, kom, hier. Chest. Emeralds, yay. Rijke tata ben ik, jongen. Rijke tata. Maar ik zoek nog steeds van die dingen. Die heb ik 100 keer liever dan emeralds, namelijk. Hendels. Hendels. Misschien moet ik wat hoger gaan. Dat ik het dan beter kan zien. Want als ik natuurlijk hier beneden op de vloer rond blijf lopen, dan zie ik natuurlijk niet zoveel. Daar is de deur. Daar zit er nog eentje. Daarboven. Eens kijken hoe we daar kunnen komen. Dan moeten we waarschijnlijk via deze kant. Dan moeten we gewoon die berg beklimmen. Kom op, ga naar boven. Zo, 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 zo. Hier komen we niet naar boven. Wat is de goede weg naar boven voor deze rivier? Voor deze rivier, voor deze hendel. No. Niet zo gek doen. Spel. Gewoon even normaal doen. Gewoon om het hoekje. Het is niet zo ingewikkeld, Lars. Come on. Zo, dit ziet er goed uit. Het ziet er niet goed uit. Nee, het ziet er zelfs heel erg slecht uit. Hoe kom ik hier naar boven? Ja, via daar gaat ook niet, want dat is te hoog. Via die kant dan? Moet ik hier naar boven klimmen? Via daar misschien. Dit ziet er ook nog wel uit als een goede weg. Zo. Niet dus. Of ja, kan gewoon hier. Hup. Hup, zei ik. Kom op, Lars. Dit is niet zo heel ingewikkeld. Dit zijn gewoon sprongetjes. Lukt dat al niet eens meer tegenwoordig? Het is niet moeilijk, Lars. Je stelt je echt vreselijk aan. Hoe kom ik daar naar boven zonder dat ik allerlei rare sprongen uit moet halen? Deze heb ik gehad, dat is mooi. Maar nu, daar zit er nog eentje. Hoe krijg ik daar nou de hendel van overgehaald? Heb ik geen pijl en boog of zo dat ik het ding om kan schieten? Er moet een veilige weg naar boven zijn, maar waar? Even kijken, aan deze kant misschien. Deze kant heb ik ook nog niet bekeken. Nee, daar is te weinig. Ik moet ook echt helemaal bovenuit komen. Via deze kant dan? Mag ik deze kant eens proberen? Deze kant heb ik ook nog niet geprobeerd. Wat is dit dan voor die fucking rare sprongetjes? Dat kan toch helemaal niet?
Ce ne va pas possible, beste mapmaker. Ce ne va pas possible. Dit is niet te doen. Dit is weer zo'n parcoursding, hè? Wat hij er expres heeft ingebouwd om mij te pesten. Puur om mij te pesten is dit. Ja, en toch wil ik hem legit doen, net als die andere vier testen. Het zou toch balen zijn als ik nu vier testen goed legit gedaan heb, dat ik dan moet gaan cheaten. Dat is niet nodig. Maar ja, ik moet ook nog twee andere levers vinden en die vind ik ook niet waar die zijn. Misschien dat ik daar nog eens eventjes een rondje moet lopen, dat ik eens even moet kijken waar die dingen gebleven zijn. Vaco Gamers, weet je wat ik ga doen? Ik ga kijken waar die dingen gebleven zijn en dan ga ik eens kijken hoe ik erbij moet komen. Ik ga ondertussen ook uitzoeken hoe ik daar naar boven kan klimmen. Er is vast wel een of andere help chat site die mij wil helpen. Daar is er ook nog één trouwens. Misschien dat we die eerst moeten doen, dan kunnen we makkelijker daar naar boven. Dat lijkt me veel eenvoudiger. Hoeven er nog maar twee. Voor nu zeg ik, bedankt voor het goede duimpje. Vergeet ook niet om te abonneren op Vaco Games als je dat nog niet gedaan hebt. Ik ga hier naar boven klimmen en ik zie jullie morgen weer terug hier bij meer Finding Atlantis op Vaco Games. Mazzel!